Boven de eerste versie van BWV 535, 535a, staat passaggio. En dat betekent eigenlijk een eenstemmige passage die heel vrij zich ontwikkelt. Vanuit een G natuurlijk, het stuk staat in G, ontwikkelt dat zich in zestiende. En in die eerste versie is het zo dat dan dat onmerkbaar overgaat in andere gedeeltes. En het daarmee een zeer korte, improviserende prelude wordt. Maar in de tweede versie, die ik nu heb opgenomen, is het een helemaal uitgebouwd preludium geworden, met natuurlijk stijlelementen van de Noord-Duitse barok. Duidelijk uit de beginperiode van Bach. De passaggio is natuurlijk één daarvan. De tweede is een stijl die stil brisé genoemd wordt. Dat is eigenlijk een klavecimbelstijl, ontleend aan klavecimbel. Componisten als Buxtehude heeft dat enorm vaak gebruikt. Dat komt meteen al na die passaggio komt het voor. Dan komen de akkoorden die een beetje zuifstend, dus zuchtend, ritmisch genoteerd zijn. En ook gebroken zijn. Dus eigenlijk zijn er drie ritmische laagjes die voortdurend terugkomen. En dat is dus die gebroken stijl, die stil brisé. Een equivalent daarvan vind je op de, in deze uitgave, tweede en derde bladzijde. Voortdurende 32e beweging, die ook doet denken bijvoorbeeld aan de grote solo van het vijfde Brandenburgs concert. Dat echt pleonasme. Gewoon gaat achter elkaar door. Er is een overvloed aan bewegingen. Als je dit stuk ziet en doorspeelt, ja, is het gewoon eigenlijk een klavecimbelstuk. En het is toch wel heel leuk om te zien hoe Bach hier overduidelijk in de verzameling voor orgel deze schrijfwijze hanteert. Ik denk ook dat Bach misschien die zeer strenge scheiding die wij steeds meer gaan aannemen niet zo duidelijk voor ogen had als wij nu denken. Gewoon soms een soort klavecimbelstijl en soms een echte ouderwetse vocale motetstijl voor orgel en alles daartussen.